Dag, lieve STV-kijkers. We staan hier in het ijskoude Amsterdam, vlakbij de Weteringschans die jullie hier achter mij zien. En het is eindelijk zover. De Noord-Zuidlijn, de first reveal. Wij mogen als een van de eerste naar binnen. Sneak peek. We gaan kijken hoe de metrohaltes hier beneden eruit zien. Komen jullie mee? Let's go! We gaan nu de verborgen grotten van Amsterdam binnen. Ze zijn hier bijna 10 jaar bezig geweest om deze stations te maken. Eindelijk een plek waar ik hem ook helemaal uit kan rollen. Het is een langste roltrap van de Benelux. Is dat zo? Ja. Oké, er is mij net ingefluisterd door mijn cameraman dat dit de langste roltrap is van de Benelux. Je ziet in ieder geval wel dat er heel veel werk in is gegaan in deze hele tunnel. Het mag dan wel 10 jaar geduurd hebben, maar af en toe moet je geduld hebben voor dit soort prachtige projecten. De piramides in Egypte die waren ook niet zomaar in een paar jaar gebouwd. Alleen zijn voor deze tunnel volgens mij geen slaven gebruikt. Ik zou het dadelijk nog even moeten vragen aan iemand, maar volgens mij niet. Volgens mij niet. Ik vroeg me af, Gerald, waarom denk jij dat de Noord-Zuidlijn zo belangrijk gaat zijn voor Amsterdam? Belangrijk, wat is belangrijk? Denk je dat het iets is wat we nog misten in Amsterdam? Dat weet je pas als het er is, toch? Hoe die gebruikt gaat worden. Ik weet het niet, ik ben benieuwd. Heb je brieven van de land? Tycho is, als het goed is, slechtziend. Slechtziend, ja. En wat kom je hier doen, Tycho? Ik ben met twee vrienden. We zagen de open dag van de Noord-Zuidlijn. En we zijn met z'n drietjes OV-freak. En er werkt eentje zelfs bij een busbedrijf. Dus we dachten van, we komen even kijken. We letten ook heel erg op de details. Ik ben dan vooral van de blinde geleidlijnen. Maar wat mij heel erg opvalt is contrast. Dat niet heel erg goed contrasteert, vanuit mijn oogpunt dan. Maar goed, volgens mij wordt er nog uitgebreid getest. En de aardige mevrouw van de Noord-Zuidlijn zei ook al, geef dat vooral door als je dingen ziet. Goed, we staan hier bij de op één na hoogste roltrap van de Benelux. Die andere is net iets hoger. Of niet, ik weet het niet. Maar we gaan in ieder geval testen hoe veilig deze roltrap is. Oh. Shit. Nou, dat lukte net. Nou, ik voel me niet veilig, laat ik zo zeggen. Het is subjectief onveilig. We zijn inmiddels een half uur bezig. We zijn nog steeds aan het klimmen. En inmiddels weten we niet meer... Oh, verdomd, daar is de bovenkant. Alright, let's go. Oh ja, nee, dit is wel onveilig. Dit is onveilig. Alright, nu staan we bij het Rokin. Roltraps zijn hier een stuk korter, maar ongetwijfeld is het hier net zo spannend. Goed, we staan hier bij Michiel, klopt het? En u bent de woordvoerder van de gemeente Amsterdam. Dat klopt. Nog los van dat de perrons prachtig zijn, is het ook gewoon een hele gezellige bedoeling. Maar het had wel wat voeten in de aarde, hè? Het hele plan. De oorspronkelijke plannen zijn vrij snel de grond ingeboord. Nee, de oorspronkelijke plannen zijn gehandhaafd gebleven. Alleen bij de uitvoering van de oorspronkelijke plannen is wel het een en ander misgegaan. En nou ja, het bekendste daarvan is natuurlijk de Vijzelgracht, die verzakkingen. Die hebben ook hele grote gevolgen gehad. En zakte moet u dan in de schoenen of is het oppakken en doorgaan? Ja, kijk, op een gegeven moment was het vertrouwen zo slecht. De Amsterdammer, het stadsbestuur, nu, niemand geloofde het nog in. Toen is gelukkig het besluit genomen, toch doorgaan, maar ook de communicatie met de stad verbeteren. En dat hebben we heel vlot aangepakt. En nu is hij er, of althans, hij gaat nog niet officieel open natuurlijk, maar dit is toch een beetje het startsignaal van wat er gaat komen. Zeker. Ligt aan het eind van de tunnel. Wat denk je dat er gaat gebeuren als deze open gaat? Gaat Amsterdam veranderen? Dit gaat heel veel effect hebben. Wat je krijgt is dat het hele openbaar vervoer wordt aangepast aan het metronet. En als jij nu in Noord zit, nou ja, fantastisch natuurlijk, en binnen 5 minuten zit je in het centrum straks.
Nou, het perron dat loopt dus helemaal onder het Centraal Station door. Dus aan de andere kant heb je ook een uitgang bij de IJzijde. Ik denk oprecht dat het heel handig gaat zijn om later zo via de IJstation, kom je met de pont, kan je hier naar beneden en dan krijg je gewoon gelijk door naar Europaplein. Selfie, willen we selfie van de Noordse lijn? Wat gaat van selfie? Goed, lieve STV-kijkers, bedankt voor het kijken. Het zit er alweer op voor vandaag. Er zijn met 3 haltes geweest, Vijzelgracht, Rokin en Centraal Museum, zoals je kan zien. Het ziet er echt heel erg mooi uit beneden. Je kan zien hoeveel tijd, geld, liefde, alles erin gestoken is. En nu is het wachten op de officiële opening. En wij van STV kunnen alvast niet wachten. Gaan we met z'n allen feesten in Noord. Hoi! De selfie van de dag, met de selfie van de Noord-Zuidlijn. Van de Noord-Zuid-Noord-Zuidlijn. Van de Noord-Zuid-Noord-Zuidlijn. Van de Noord-Zuid-Noord-Zuidlijn.